Welkom in Campus Botaniek. Onze school vind je in de Augustijnstraat, vlakbij de Kruidtuin, oftewel in de volksmond de Botaniek. Als je onze school binnenkomt, passeer je eerst het loket van het secretariaat. Als je dan verder gaat, kom je in onze polyvalente zaal, het kloppende hart van onze school. Het is tegelijk onze overdekte speelplaats, onze refter en een plek waar we allerlei leuke evenementen houden, bijvoorbeeld de catwalk met Halloween. En hier vind je ook een broodjesautomaat. Via de polyvalente zaal kom je op het overdekte terras. Tijdens de speeltijd kunnen we gezellig samenzitten op picknicktafels en zitbanken. Een beetje verder staat een basketbalterrein waar we kunnen sporten. Er staat ook een pingpongtafel en tijdens de middagpauze kunnen we allerlei leuke activiteiten doen. Bijvoorbeeld workshop dansen, knutselen en schaken. In Campus Botaniek krijg je al vanaf het eerste jaar les over bijvoorbeeld gezonde voeding, EHBO, lichaamsverzorging. Zo kan je meteen ontdekken of je geïnteresseerd bent in zorg en of je in deze richting verder wil. Na het eerste jaar kies je voor de optie maatschappij en welzijn of de optie stemwetenschappen. Als je voor M en W kiest, leer je gaandeweg meer en meer over hoe het menselijk lichaam in elkaar zit en hoe je mensen moet verzorgen. Dat gaat van baby's een nieuwe luier aandoen tot zieke mensen een bedpad geven. Vanaf het vijfde jaar ga je op stage in ziekenhuizen, rusthuizen en kinderkribes. In Campus Botaniek wordt ook veel gekookt. Niet omdat onze leerlingen kok willen worden, maar wel omdat zorg en gezondheid alles te maken heeft met gezonde voeding. In Campus Botaniek leer je gezonde maaltijden bereiden, maar ook bijvoorbeeld dieetmaaltijden voor mensen die niet veel suiker of zout mogen eten. Zoals gezegd kan je in Campus Botaniek ook kiezen voor de optie stemwetenschappen. Als je voor die optie kiest, breng je heel veel tijd door in het labo. Je doet er allerlei spannende proeven met chemische stoffen. Maar je leert er ook hoe je geneesmiddelen moet bereiden, poedertjes, zalfjes, zetpillen. Als je voor richting stemwetenschappen hebt gekozen, kan je aan de slag in bijvoorbeeld een ziekenhuislabo als laborant of in een apotheek als apotheekassistent. Je kan de apotheker dan helpen bij het bereiden en verkopen van geneesmiddelen. Vanaf het zesde jaar ga je op stage in een apotheek. Je kan in Campus Botaniek ook een opleiding volgen tot tandartsassistent. Je leert dan hoe het menselijk gebit in elkaar zit en wat je moet doen om het gebit gezond te houden. Je leert ook alle instrumenten kennen die de tandarts gebruikt, zodat je de tandarts kunt assisteren als hij een ingreep uitvoert, bijvoorbeeld de tand van een patiënt opvullen. In Campus Botaniek kan je na het zesde middelbaar ook verder studeren in de richting verpleegkunde. Na drie jaar ben je een verpleger of verpleegster en kan je aan de slag in een ziekenhuis, een bejaardentehuis of in de thuiszorg. Je leert alles wat een verpleegkundige moet kunnen, inspuiting geven, bloeddruk meten, medicatie toedienen enzovoort. Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra. In Campus Botaniek leren we zorgen voor anderen, maar we zorgen ook goed voor elkaar. Heb je een probleempje thuis, levensverdriet, gewoon nood aan een goede babbel, dan kan je zeker terecht bij een van onze leerkrachten, maar ook bij de leerlingbegeleiders. Zij staan met z'n drieën van 's morgens tot 's avonds klaar om een leerling een luisterend oor te bieden. Is zorg en wetenschap iets voor jou? Dan zien we je binnenkort graag in Campus Botaniek.